We zijn in Bollendorf in Duitsland. En nu zijn we in Luxemburg. En we zijn een weekje op vakantie. Ondanks alles in 2020. Ik zal het even uitleggen. Dit is de Suur die achter mij stroomt. En aan deze kant is Duitsland en aan die kant is Luxemburg. En dat betekent dus dat de Suur, de rivier, eigenlijk de grens is. Vandaar dat we op vakantie zijn in Luxemburg, maar Duitsland vlak naast ons liggen. Het huisje waar we in zitten, dat is dus in Duitsland. Hebben we er zin in? Yeah. Ja! Jullie hebben er zin in. Leuk! Leuk. Zo, dag 1 in Luxemburg. De vakantie is pas echt begonnen als je je wandelschoenen aan hebt. En we zijn meteen aan de wandel. En we wandelen de rondwandeling in Beaufort. De parkeerplaats en het startpunt van de wandeling waren ook wonderbaarlijk goed te vinden. Dat doet ons ook altijd goed. En de wandeling is aangegeven met bordjes en pijlen. Dus dit gaat helemaal prima worden. En we zijn weer terug. Leuke ronde. Vooral het eerste deel was heel erg mooi. En nu mogen de wandelschoenen weer uit. Wat ook altijd een heel fijn moment is. Oké, daar gaat hij. Eventjes voor de schaal. Dit is de route. Maar je kan ook zo als je wil. Maar wij gaan zo. Nou, daar gaat hij. Yes, yes, yes. Vandaag is het eindelijk zover. We gaan kanoën op vakantie. In Noorwegen was het te koud. In Tsjechië spraken we de taal niet. Wat voor excuses hadden we nog meer? Elke keer is er wel wat. Maar dit jaar zijn we eindelijk aan het kanoën op vakantie. Zoals je ziet. En de rivier is super chill. We gaan over de Suur van Ballendorf naar Bollendorf. En iedereen zit los in een kano. En dat is best wel prima te doen. Hey! Lopen we van Echternacht naar Berdorf, maar we hebben in Berdorf de auto gezet bij de Hololee of zoiets. En daarna hebben we de bus gepakt naar Echternacht. Nu gaan we wandelen via de Wolfsloeg, Troostkneepjen. En hij weet het beter, vertel maar. Troostkneepjen, daar staan we nu, naar de Wolfsloeg. Het labyrinth. En uiteindelijk komen we bij de Hole en het amfitheater. En daar staat de auto op de parkeerplaats. Oké, het bekend is het paardentheatertje. Het paardentheatertje, zoals jullie dat vroeger... Blijkbaar heb ik dat 24 jaar geleden ook gezegd. Ja. En 40 jaar geleden zijn wij twee, hebben we dit voor het eerst gedaan. Toch? Ja, stimmt. Goedemorgen, vandaag zijn we bij de Teufelsloeg in Duitsland en daar gaan we doorheen wandelen. Okay. Doei!